zitten wel twee bijzondere leerlingen vandaag. Mevrouw Kroes en meneer Dekker. Bij ons is het coderen geen onderdeel van het verplichte pakket op de basisschool. Een gemiste kans volgens techbedrijven, want kinderen zijn de ICT'ers van de toekomst. Wat ik heel erg voorsta is dat het vast ligt dat ieder kind er ook recht op heeft om het te leren. Coderen is de nieuwe manier van schrijven. Is de nieuwe manier van rekenen. We weten dat eigenlijk computers niet meer zijn weg te denken. Je ziet gelukkig steeds meer computers in het leslokaal. En dan vind ik het onwijs gaaf om te zien dat kinderen hier op school niet alleen maar leren van hoe ze omgaan met een computer, hoe ze die kunnen gebruiken, maar dat ze ook leren hoe ze de computer zo kunnen instrueren dat die doet wat we eigenlijk willen. Dus dat is het idee van programmeren. Dat vind ik heel goed. Spel gemaakt. Ik vind het heel leuk om al die dingetjes te doen en zelf Flappy Bird te spelen. Dat je er hele leuke dingen mee kan doen. Weet je, het is niet saai en het is niet dat het alleen maar van nerds is. Juist helemaal niet. Het is de toekomst. Meiden, welkom. Ontzettend fijn dat u er bent. Al deze meiden hier, de toekomst. Hoe vindt u dat om dat te zien? Fantastisch, want zij gaan het maken. Waarom ben je aan deze app gaan werken en denken? Omdat er een heleboel kinderen zijn die een probleem hebben. En waarvan het niet wordt opgelost.